Goedenavond allemaal. Zijn we er allemaal? Buenas noches todos, Dios les bendiga. God zegen. Dios les bendiga. We gaan open met gebed. Vamos a abrir esta noche el servicio con una oración. Vader, we komen neder voor uw aangezicht om u te danken voor deze gelegenheid dat we hier bij elkaar staan om over uw woord te leren, Vader. We vragen om degene te begeleiden die hier onderweg zijn. We denken ook aan de broers en zussen die ver van ons zitten, Vader. Wilt u alsjeblieft hen ook de steun en de kracht geven. We vragen al het goede, we vragen de zegen voor de avond en om in Jezus' naam. Amen. Amen. Dankjewel, broer Jos. Halleluja. Ik heb een heel moeilijk onderwerp te behandelen vanavond. Esta noche tenemos un muy difícil tema, tema bastante difícil. Maar ik geloof dat wij kunnen het wel aan, praise God. Pero tengo la certeza de que va a salir todo bien. Ik wil spreken over hoe wij onze broeder moeten corrigeren. Y esta noche quiero hablar el tema de cómo debemos corregir a nuestros hermanos. Ik ben niet zeker als ik wel alles behandelen vanavond. No estoy seguro si pueda tratar todo el tema esta noche. Ik doe mijn best. Y intentaré hacer mi mejor. Praise God. Let's begin with Galatians hoofdstuk 6 and verse 1. Y vamos a comenzar en el libro de Galatas. Galatians hoofdstuk 6 and verse 1. Galatas 6, 1. Praise God. Galatians hoofdstuk 6 verse 1. Vamos al libro de Gálatas 6, 1. Gloria a Dios. Praise the Lord. Gloria a Dios. Staat geschreven, broeders, indien ook een mens vervallen waren door enige misdaad, gij die geestelijk zijt, brengt de zondanig terecht met de geestelijke zachtmoedigheid, ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt. En el nombre de Jesús dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Praise God. Ik wil ook uit Lucas hoofdstuk 17, vers 3 lezen. Y también quiero que vayamos a Lucas 17, versículo 3. Praise God. Lucas hoofdstuk 17, vers 3. Lucas 17, versículo 3. Staat geschreven, waakt u zelven, en indien uw broeder tegen u zondigt, zo bestraaf hen, en indien het hem leed is, zo vergeeft het hem. Y dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, reprendedle, y si se arrepiente, perdónale. Praise God, hallelujah. Gloria a Dios. You mag zitten, hallelujah. Hermanos, pueden sentarse. Amen. Gloria a Dios. Volgens mij gaat het wel goed. Amen. Ja, yeah. Praise God. Is er iemand hier dat het leuk vindt om gecorrigeerd te worden? Y en esta noche hay alguno presente que le gusta que lo corrijan? Déjeme ver su manito. Amen. Niemand vindt het leuk om gecorrigeerd te worden. Creo que a ninguno nos gusta que nos corrijan. Praise God. Gloria a Dios. Ik vind het ook niet leuk en ik weet jullie vinden het ook niet leuk. El pastor dice que a él no le gusta y que cree que tampoco a ninguno de nosotros nos gusta que nos maar corrijan. Maar het gaat gebeuren. Pero esto tiene que suceder. So hoe doen wij dat? Y cómo podemos hacer esto. Ik wil zeggen dat mijn vrouw heeft dit niet gelezen. Zo, misschien is mijn Nederlands niet zo goed. Y voy a agregar que espero que mi esposa no lo haya leído. Por okay. Eso mi holandés no está como muy bueno, dice el pastor. I'll do my best. Pero él siempre hace su mejor. Er is een grappig verhaal over een man genoemd Boris. Y esta noche quiero tratar la historia sobre un hombre que se llamaba Boris. Uh-huh. Boris woonde in Rusland in de dagen van de communistische regime. Y Boris vivía en Inglaterra en el tiempo del comunismo. Up and dark stierf Boris. Rusia, hermanos, perdón. Yeah. Amen. Up and dark stierf Boris. Y uno de tantos días murió Boris. En hij ging naar de hemel. Y Boris fue al cielo. En wordt door Petrus verwelkomd.
Y entonces lo esperó Pedro y le dio la bienvenida. Terwijl Petrus hem rondleed. Y Pedro le dejaba ver el, le enseñaba el lugar. Zei Petrus, u mag overal gaan waar u wilt, behalve op de roze wolken. Y le dijo, roze wolken. Ja. Roze wolken. Boris, puedes recorrer todo el lugar, pero no te acerques al lugar rosa. Waarom mag u niet op de roze wolken gaan? Vroeg Boris. Y él le preguntó, ¿y por qué no me puedo acercar a esa zona rosa? Omdat zij zijn gereserveerd voor degene die iets groots heeft gedaan, antwoordt Petrus. Y él le contestó, porque esta zona está reservada para aquellos que han hecho algo muy grande. Maar ik heb iets groots gedaan, protesteerde Boris. Y entonces él protestando dijo, pero yo también he hecho cosas grandes. Ik heb een toespraak in het Kremlin gemaakt. De Kremlin, weet je, die regeringgebouw. Reuniones, oratorios en grandes lugares. En palacios, en grandes lugares. De Kremlin is die, zeg maar, die, was het die, de Witte Huis van... Y yo he, sí, yo he tenido reuniones en lugares muy importantes. Hij zegt, ik heb een toespraak in de Kremlin gemaakt. Y he tenido oratorias en lugares muy importantes, grandes. Ja, waar ik de regering en al de corrupte leiders heb geconfronteerd. Y he confrontado al gobierno y a todos los corruptos. Ik waar vroeg, zegt Petrus. Y Pedro le dijo, Pedro. Wanneer is dit gebeurd? ¿Y cuándo ha sucedido esto? Boris keek naar zijn horloge en zei, ongeveer 2 minuten geleden. Y Boris miró su reloj y le dijo, esto ha sucedido hace 2 minutos pasados. Praise God. Correctie is niet alleen moeilijk te nemen. Y la corrección no es solamente aceptar, difícil de aceptarlo. Maar het is ook moeilijk te geven. Pero es más difícil reconocerlo. Vaak de reden waarom mensen boos worden. Y una de las razones por las cuales la gente se incomoda o se molesta. Wanneer zij gecorrigeerd worden. Es cuando son corregidos con palabras. Is vanwege de manier waarop zij worden gecorrigeerd. Es de la manera como ellos son corregidos. En ook door wie zij gecorrigeerd worden. Y también por medio de quién son corregidos. Ik wil graag u een les geven vanavond over hoe wij onze broeder moeten corrigeren. Y esta noche en la lección que estoy dando quiero tocar el tema cómo podemos corregir a nuestros hermanos. Dat begrijpt me heel goed. Quiero que me entiendan por favor bien. Ik zeg niet dat u moet uw broeder corrigeren. Y con esto especifico diciendo que usted no tiene que corregir a su hermano. Maar als u het zal doen. Pero en lugar que se dé que usted lo deba corregir. Dit is de manier dat u het moet doen. Quiero explicarle la manera como usted lo debería hacer. Dit zal een tweedelige les zijn. Y esto en realidad lo quiero dividir en 2 lecciones. Ik hoop dat ik wel door al deze materiaal ga vanavond. Y espero que el material que haya traído pueda compartirlo con ustedes esta noche. Maar in deze les, of dit les, in deze les, in deze les, les 1, zal ik de kwalificaties geven om uw broeder te corrigeren. Pero en la lección número 1 quiero darles las cualidades, cualificaciones correctas para cómo corregir a su hermano. Dus wat kwalificaties heb ik nodig voordat ik mijn broeder corrigeert? ¿Cuáles calificativos puedes tener para corregir a tu hermano? Nou, in les 2 zal ik leren de stappen die u moet lopen om uw broeder te corrigeren. ¿Y cuáles son cada uno de los pasos esta noche a seguir para poder corregir a nuestro hermano? Dus hoe moet ik dat precies doen? ¿Cómo debemos de hacerlo correctamente? Okay, laten we kijken naar de kwalificaties.
Y vamos a mirar a los calificativos. Er zijn 7 kwalificaties. Y tenemos entre ellos 7 calificativos. Number 1. Y el número 1. Is mijn leven a voorbeeld? ¿Es mi vida un ejemplo? A voorbeeld. ¿Es mi vida un ejemplo? Right? Praise God. Let's kijken naar Titus hoofdstuk 2. Y entonces vamos a ir a mirar a Titus 2. Titus hoofdstuk 2, vers 2 tot en met 10. Vamos a mirar a Titus 2, desde el 2 hasta el 10. That's heel veel T's. Titus 2, 2 tot en met 10. Titus capítulo 2, versículo 2 hasta el 10. Amen. Dat de oude mannen nuchter zijn. Laat me het lezen in Nederlands en jij kunt het wel volgen in je eigen taal. Ja, el hermano lo va a leer en holandés y hermanos, ustedes vayan siguiéndolo en la Biblia. Omdat this is veel te lezen. Porque es un texto largo y vamos a tardar mucho. Dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, zonder in het geloof, in de liefde, in de leedzaamheid. De oude vrouwen insgelijks. Dat zij in haar draag zijn, gelijk den heiligen betaamt. Dat zij geen lasteressen zijn. Huh? Lasteressen. Nee, je moet wel begrijpen. Ik lees uit de staatsvertaling. Oké, okay, mijn staat lasteressen zijn. En zij niet tot veel weens begevende, maar leraar. Leraressen. Hiermee een beetje water kijken. Opdat de jonge vrouwen leren verstandig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben, matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worden. Amen. Tot en met welke vers? Vermaan de jonge mannen insgelijk dat zij matig zijn. 2. Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in de leer onvervalstheid, waardigheid, oprechtheid. Het woord gezond en onverwerpelijk, opdat degene die daarentegen is, beschaamd worden en niets kwaad van uw lieden hebben te zeggen. Vermaan de dienstknechten dat zij hun eigen heren onderdanig zijn, dat ze in alles welbehagelijk zijn, niet tegensprekende, niets ontvreemdende, maar alle goede trouw bewijzende, opdat zij de leer van God, onze zaligmaker, in alles mogen versieren. 11. Nomás hasta el versículo 10. ¿Lo han leído, hermanos? Praise God. Hallelujah. Amen. Gloria Amen. Dios. So you see that that behandelt iedereen. Y aquí podemos ver que está hablando acerca de todos. Oude mannen, oude vrouwen. Y está hablando de hombres mayores y mujeres mayores. Jonge mannen, jonge vrouwen. Hombres jóvenes y mujeres jóvenes. En ook dienstknechten. Y también los siervos. Amen, workers, praise God. Los siervos, los que trabajan. We allemaal are workers. Hij moet werken. Arbeiders. Entonces vemos que están corrigiendo, que son corregidos todos. Habla de todos. Kan ik zeggen, er is niets erger dan om te corrigeerd worden. Y no hay nada más peor para corregir a alguien. Die iemand die niet zelf correct leeft. Alguien que no tenga una vida correcta. Begrijp je wat ik bedoel? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Er is niets erger dan om te corrigeerd worden door iemand die niet zelf correct leeft. Y no hay nada peor que ser corregido por alguien que no vive de una manera correcta. Als je niet op de juiste manier voor God leeft. Y si no vivimos de la manera como debemos vivir para Dios. Dan misschien bent u niet de juiste persoon om hun aan te spreken. Entonces quizás tú no eres la persona ideal para corregir a otra. Laat u uw pastor dat doen. Entonces déjale ese trabajo a tu pastor. Kom naar mij toe.
Y ven al pastor. Praat met mij daarover. Y pregúntale. En laat mij met dat persoon praten. Y déjale corregir a esa persona. It could well say that you've been not the person that moet that person aanspreken. Pero también puede ser que tú seas la persona que no deba dirigirse a esa persona para corregirla. Praise God. Point 2. Y el número 2. What is my relatie met die persoon? También es cuál es la relación que tengo con esa persona. Van waar ken ik deze persoon? ¿De dónde conozco yo a esta persona? Zijn wij vriendinnen? ¿Somos amigas? Hebben wij iets gemeen? ¿Tenemos algo en común? What is onze relatie? ¿Qué clase de relación tenemos? Spreuken 6, 17 en vers 17. Y en Proverbios 17:17. Spreuken 6, 17, vers 17. El libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 17, dice. Zes, een vriend heeft ter alle tijd lief en een broeder wordt in de benauwdheid geboren. Dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Praise God. Een vriend heeft ter alle tijd lief. Hallelujah. En todo tiempo ama un amigo, dice la palabra. Het is niet mogelijk om een goede vriendschap met iedereen te hebben. Y también sabemos que no es posible tener una buena amistad con todo el mundo. Het is niet mogelijk. No es posible. Ik hou van iedereen in de kerk. Y yo amo a todos en la iglesia, los amo. Maar dat betekent niet dat ik heb een goed vriendschap met iedereen. Pero eso no significa que todos son mis mejores amigos. Praise God. There zijn verschillende redenen voor dat. Y para eso tenemos diferentes razones o motivos. Misschien wonen wij te ver weg. Quizás una de ellas es porque vivimos muy lejos. Wij spreken niet dezelfde taal. O también puede ser porque hablamos diferentes idiomas. Maar het is niet altijd mogelijk om een goed vriendschap met iedereen te hebben. Pero en realidad, vuelvo y repito, no es posible tener ser amigo de todo el mundo. Maar de beste manier. Y la mejor manera. En de meest effectieve. Y la manera más efectiva vindt plaats wanneer de persoon die gecorrigeerd worden para corregir a una persona weet uit ervaring dat u van hun houdt. De persoon dat wordt gecorrigeerd weet uit ervaring dat u van hun houdt. Y esa persona que debe ser corregida tiene que por experiencia saber que tú le amas. Of u iets gemeen hebben. O que tienen algo en común. Dus je bent door dezelfde ervaring gegaan. Que has pasado por la misma experiencia. En dus je hebt iets meegemaakt dat they have ook meegemaakt. Que tú has pasado o vivido algo que esa persona también haya vivido. Zo wanneer zij u corrigeert. Con eso, cuando tú vayas a corregir a esta persona. U weet dat hij spreekt uit ervaring. Le puedas hablar con experiencia. So that helps vaak als je hebt iets gemeen met iemand. Y esto sucede muy a menudo que cuando ha sucedido, que cuando tienes la experiencia de que esa persona también ha tenido, praise God. Es más fácil corregir. Number Gloria three. A Dios. Y el punto número 3. Heel belangrijk. Es muy importante. Praise God. Gloria a Dios. Dus twee punten ik vind heel belangrijk. En 3 is één van hun. Los dos primeros puntos son muy importantes, pero el 3 también es un punto muy importante. Ken ik al de feiten? Conocemos todas las las áreas. Ken ik al de feiten? Conocemos todas con sus confidencias. Ja, praise God. Amen. Spreken hoofdstuk. Evidencias. Conocemos todas sus evidencias. Sorry, hermanos. Yeah. Nee, that's good. Praise God. Amen. Feiten zijn belangrijk. Las evidencias son muy importantes. You would, all the feiten weten voordat je een beslissing maakt. Y tú tienes que conocer muy bien cada evidencia antes de tomar una decisión. In Spreuken hoofdstuk 18. Y en Proverbios 18. Spreuken hoofdstuk 18 en vers 13. En el capítulo 13. Capítulo 18, versículo 13. Ja, Spreuken 18, vers 13 zegt: die antwoord geeft eer hij zal gehoord hebben dat hem dwaasheid en schande. Dice, el capítulo 13 dice así: al que responde palabras antes de oír, le es factualidad y oprobio. Al que responde palabras antes de oír, le es factualidad y oprobio.
Voordat u iemand corrigeert, antes de uno corregir a una persona, moet u ervoor zorgen dat u alle feiten hebt. Tienes que ocuparte de conocer cada evidencia. Over what is gebeurd. Sobre qué es lo que ha sucedido. And niet alleen van slechts één kant. Y no solamente fijarte en una sola parte de la historia o en la parte mala. Too fuck, mensen zijn too snel. Porque esto sucede muy a menudo que la gente es muy apresurada. Om mensen te gaan corrigeren. Para corregir a otro. Voordat hij al de feiten weten. Antes de conocer cada una de las evidencias. There is a gezegde. Y hay un dicho que dice. Es een van mijn favorieten. Y es uno de mis favoritos. Er is altijd twee kanten van een verhaal. Siempre debemos escuchar. Hay dos partes de la historia. En vaak legt het antwoord ergens tussenin. Y la respuesta la podemos encontrar en medio de las dos partes. Dus altijd twee kanten. Entonces, hay dos partes. Van een verhaal. De una historia. Als Sister White en Sister Florangel al ruzie hebben met elkaar. Is un ejemplo. Si la hermana Florangel con la hermana Georgette han tenido un pequeño problema. En ik zal luisteren naar Sister Florangel. Y yo escuchara nomás a la hermana Georgette. En ik zal luisteren naar Sister White. Y entonces después escucho a la hermana Georgette. Heb ik wel twee verschillende verhalen. Entonces seguro que voy a escuchar dos diferentes historias. Maar vaak wat ik heb ontdekt. Pero lo que veo muy a menudo. Is de meeste waarheid ligt er tussenin. Es que la verdad de la historia siempre se encuentra en la mitad de las dos partes. De waarheid is gezien vanuit haar ogen. De waarheid is gezien vanuit Sister Florangel's ogen. He escuchado la parte de la hermana Florangel. En de waarheid is gezien vanuit Sister White's ogen. Y he escuchado también la parte verdadera de la hermana Georgette. En vanuit die twee kan ik wel y basándome en medio de esas evidencias, entonces puedo concluir en dónde está la verdad. The Bible says in Spreuken hoofdstuk 18, dezelfde hoofdstuk, verse 17. Y la palabra de Dios dice en el mismo capítulo 18 de Proverbios, en el versículo 25. Dezelfde hoofdstuk, Spreuken hoofdstuk 18, verse 17. 18:17 en el mismo capítulo 18 yeah. En el versículo 17. So you hoeft niet te ver te gaan. Entonces no tiene que buscar mucho. De eerste is in den twistzak schijnt rechtvaardig te zijn, maar zijn naast komt en hij onderzoekt hem. Dice así: justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. The eerste person that you hoort. La primera persona que tú escuchas. It clinked that, oh, that is who it actually is. La escuchas y parece que esa es la parte correcta, la verdad. But then you heard the other half of the verhaal. Pero después escuchas la segunda parte de la historia. Oh, now it clinked a bit anders. Y te das cuenta que es diferente a la primera. Daarom voor ik maak een beslissing, ik wil van alle twee kanten horen. Por eso, hermanos, antes de tomar una decisión, siempre me gusta escuchar las dos partes. Praise God. Gloria a Dios. Number 4. Y el punto número 4. Heb ik de juiste motivatie en doelstelling? ¿Tenemos la motivación correcta para corregir a alguien? Heb ik, of je kunt wel zeggen, ja, heb ik de juiste motivatie en doelstelling? Tenemos la posición correcta, no. Motivatie en doelstelling. Tenemos la motivación correcta y el propósito correcto para corregir a alguien. Amen. See me there, right? Sí, okay. ¿Lo han entendido, hermanos? Praise God. Amen. Amen. We have all gelezen Galaten hoofdstuk 6 vers 1. Y ya hemos leído en Gálatas capítulo 6. Waar staat: broeders, indien ook een mens vervallen waren door enige misdaad, gij die geestig denkt, brengt de zodanig terecht met de geest der zachtmoedigheid, ziende op uzelf, omdat ook gij niet verzocht wordt. Y donde dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hier zien wij de juiste motief en de juiste doel. Y aquí vemos la motivación correcta y el propósito correcto para hacerlo. Praise God. Bring den zodanig terecht met de geest der zachtmoedigheid. Dice, con. That's the juiste motief.
con mansedumbre es la motivación correcta. And that you that he could well tot Jezus gebracht worden. Y que lo podamos llevar hasta Jesús. What is your motivatie voor het corrigeren van uw broeder? Y mi pregunta esta noche, ¿cuál es su motivación para corregir a sus hermanos? Is it om hem te laten zien dat u beter bent dan hem? O quizás es para dejarle usted ver que es mejor que él? Bent u echt bezorgd over hem? O en realidad está usted preocupado por él? What is your doel? ¿Cuál es su propósito? Wilt u hem zien that's a moeilijke word. I should have called these. Wilt u hem zien gerestaureerd? ¿Quiere usted restaurarlo? Wilt u hem gewoon pijn doen? O usted lo quiere lastimar y hacerle daño. Praise God. Uw doel moet niet zijn om hem in verlegenheid te brengen. Su motivación no debe ser para avergonzar, llevar a su hermano a vergüenza. Of belachelijk te maken. O para ridiculizarlo. Ook is het niet te bewijzen dat u correct bent en die andere persoon verkeerd is. No tampoco para dejar ver que tú estás en la en el posición correcta y él no, y él está faltando, fallando. Your doel moet ook niet zijn, ik ga hem wat vertellen. Ni tampoco tu propósito debe de ser, ah, yo le tengo a él que contar algo. Ik ga hem terecht wezen. Y yo lo voy sí. Yo lo voy a poner derechito a que camine derecho. Ik moet het kwijt. Weet je? Sí, yo debo de sacarme la espinita que tengo con él. Ik moet hem vertellen, ik moet het kwijt. Ya, es que tengo que sacarme eso, se lo debo de decir. Als het u plezier geeft om hun te corrigeren. Y si a usted le produce placer corregirlo. Moet u het niet doen. Entonces, hermano, no lo debemos hacer. Dat is heel makkelijk. Ja, als het geeft u plezier om hun te corrigeren, moet u het niet doen. Porque si eso te produce placer para corregirlo a él o avergonzarlo, no lo debes hacer. Vergeet niet, uw motief moet liefde zijn. Y no debemos olvidar que nuestra motivación debe de ser amor. En uw doel moet zijn om hem op te bouwen in Christus. Y nuestro propósito debe de ser restaurarlo y llevarlo a los pies de Cristo Jesús. Praise God. Gloria a Dios. Amén. Point number 5. Y ahora vamos al punto número 5. Weet ik wat ik moet zeggen of hoe het moet zeggen? Weet ik wat ik moet zeggen? Sé lo que le debo de decir. Of who it moet zeggen. ¿Y cómo se lo debo de decir? Ja, het is heel belangrijk. Esto es muy importante. In Spreuken hoofdstuk 15 vers 1. Y en Proverbios 15, 1. Spreuken hoofdstuk 15 vers 1. En Proverbios capítulo 15 versículo 1 dice, hermanos. Zacht de antwoord keert de grimmigheid af, maar een smartende woord doet de toorn oprezen. Amén. Y dice así, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Amén. Amén, gloria a Dios. Weet je, soms als je mensen probeert te corrigeren in your boosheid. Sabe, hermano, cuando usted o cuando nosotros intentamos corregir a una persona y estamos enfadados, molestos, verkeerd overkomen. Lo que podemos hacer es que vamos a hacerlo todo de una manera incorrecta. Todo lo vamos a hacer mal. Es muy difícil de corregir a alguien con ira o enfado. Aleluya. Efesios 4, verse 15. Y Efesios 1:15 vertelt ons hoe wij eigenlijk moeten doen. Este capítulo nos cuenta cómo lo debemos hacer. Efesios capítulo 1 versículo 15. Maar de waarheid betrachtende in liefde. Alle zin zouden opvassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus.
Efesios hoofdstuk 4 vers 15. Hermanos, disculpen, es Efesios 4:15. Y dice la palabra del Señor, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Now, ben heel voorzichtig om dit te zeggen. Quiero ser muy cuidadoso para comentar esto. Maar ik heb gemerkt dat veel mensen houden van te zeggen, ik ga je wat vertellen in Jezus' naam. Pero sé que hay mucha gente que le gusta decir la verdad, le gusta llamar la atención diciendo, tengo que decirte algo en el amor de Jesús. En als hij zegt, ik ga je wel vertellen, als ik ga je vertellen in Jezus' naam. En el amor, en el nombre de Jesús. Ja. Nee. Ja, they say in the name of Jesus. Ya, quiero decirte algo, llamarte la atención en el nombre de Jesús. It bijna komt over de, nou mag ik alles zeggen en het maakt niet uit hoe ik het zeg. Y esto les hace pensar que pueden decir todo lo que quieran o corregir de la manera que ellos quieren porque va en el nombre de Jesús. Ik ben aan het prediken door haar, maar ik wil weten, want ze is een van mijn vertalers ook. Weet je? Yo estoy todo el tiempo mirando a mi hermana a Flor Ángel, no porque le quiera decir algo, sino porque es que ella también es una de nuestras traductoras. En ik weet dat zij begreep dit, en ik weet dat de sister Ariane heeft het ook begrepen. Y yo sé que ella lo ha entendido, y yo personalmente también lo he entendido. Zo voel niet aangesproken. Entonces no te sientas aludido. Hallelujah. Amen. No. Hallelujah. No, aleluya. God is good. Dios. Maar het is net als, ik heb in Jezus naam gezegd, zo ik mag alles zeggen. Porque creen que pueden decirlo todo en el nombre de Jesús. Nee, dat is niet zo. Y no es así. Praise God. Gloria a Dios. Je moet weten hoe dingen te zeggen. Debemos de aprender cómo decimos las cosas. Een advocaat denkt over wat hij gaat zeggen. Y hablando sobre los abogados, ellos tienen que plantearse cómo van a decir las cosas. En hoe hij het zal zeggen. Y cómo tiene que decirlo. Voordat hij tot de rector en de juryleden spreekt. Antes de pararse al frente del juez y del jurado. Hij is voorzichtig met zijn woorden. Tienen que ser muy cuidadosos con cada una de las palabras. Dus moeten wij ook goed over nadenken. Y entonces esto es algo que nos puede hacer reflexionar, pensar. Voordat wij onze broeder aanspreken, als wij hem willen zien verzoend met God. Antes de confrontar a mi hermano o de llamarle la atención delante de Dios. Yeah. No. Presumed, y restaurarlo delante de Dios. Onze woorden hebben leven, geven leven of dood. Porque en nuestras palabras está la vida y también está la muerte. Een goed voorbeeld van dit is Nathan toen hij koning David had confronteerd over zijn zonde. Y uno de estos ejemplos es cuando el profeta Natán confrontó a David over zijn zonde van overspel en moord. Que había pecado de manera grande con adulterio y con muerte. Hij vertelde David een verhaal over een rijke man. Y entonces él se acercó a David y empezó a contarle la historia de un hombre rico. Die niet bereid was om van zijn vele lameren te slachten. Un hombre rico que él no estaba preparado para sacrificar a una ovejita que tenía. Maar in plaats daarvan. Y en lugar de el rey. Nam hij de lam van een arme man. En lugar de eso puso a una ovejita como ejemplo. A un hombre pobre como ejemplo. Praise God. Ik wist ik moet de zin een beetje kleiner maken. Nee, ik weet het, maar het is echt. Ja. Ja. Amen. Él cogió y puso a un hombre pobre como ejemplo que tenía una sola ovejita. En gaf het aan zijn gasten te eten.
En gaf het aan zijn gasten. Sacrificó y sacrificó a su única ovejita haciendo con ella una comida para sus invitados. And toen David dit hoorde, y cuando David escuchó esto, wordt hij boos op dit onrecht. Él se enfadó mucho, se enfadó porque lo encontró muy injusto. Nathan heeft zijn val gesprongen. Y heeft zijn val gezet. Ja, maar hij gesprong en dan wordt gezegd, hij is nu getrapt. Nu is David in de val. Zo is gesprongen. Right? Oké, wat maakt niet uit. De idee is dat David is eigenlijk in een val. Ja, David is in zijn val gevallen. Ja. Y para resumir todo esto, David cayó en su propia trampa. Praise God. En Nathan heeft gezegd, u bent de man. Y cuando vio que David se molestó mucho, le dijo, pero tú eres ese hombre. And David's heart was broken met berouw. Y el corazón de David se rompió en mil pedazos. So vergeet niet, het doel is om uw broeder te helpen en te herstellen. Y entonces en este pequeño ejemplo podemos ver que nuestro propósito debe ser de restaurar nuestro hermano. Pero ahí también podemos ver la sabiduría de Natán. Él corrigió a David de una manera muy, muy sutil. Praise God. So let us say, onze doel is om uw broeder te helpen en te herstellen. Y nuestro verdadero propósito debe de ser de restaurar a nuestro hermano. And him niet pain te doen. Ayudarlo y no hacerle dolor ni daño. Of him to bewijs that you gelijk hebt. Y no para demostrar, no para demostrarle que tenemos razón. Amen. Point number 6. Gloria a Dios. Y vamos al punto número 6, que me parece muy importante, hermanos. This is the tweede, ik vond heel belangrijk. Así como el 2 me pareció muy importante, en este también quiero enfatizar. Is it the juiste tijd om het te zeggen? Quiero enfatizar en, ¿es el tiempo correcto? ¿Es el tiempo exacto para corregir? Is it the juiste tijd om het te zeggen? ¿Es el momento correcto para corregir a alguien? Spreuken hoofdstuk 25, vers 15 zegt. Y en Corintios. Is het mooi hoeveel dingen we kunnen uit spreken leren? Estamos esta noche tocando muchos versículos acerca de proverbios. Spreuken hoofdstuk 25, vers 15 zegt. Een overste wordt door langmoedigheid overreed. En een zachte tong breekt het gebeente. Y dice en Proverbios capítulo 25, verso 15, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Weet je, ik zie hoe tijd speelt een belangrijke rol in ons leven. Y aquí en este versículo podemos ver lo importante que es tener la noción de cuándo es el tiempo correcto. And this is one of the situations. Y esta es una de las situaciones. Geef het tijd. Dale tiempo. Soms hoef je niet meteen mensen te corrigeren. Hay momentos que no es necesario corregir de inmediato a tu hermano. Toen David met Bathsheba zondigde. Cuando David pecó con Bezabet. Bezabet en Spaans. Zondigde. Ja. Heeft de Heer ongeveer 1 jaar gewacht voordat hij Nathan zonde. Cuando él vio que había pecado con Bezabet, Nathan esperó un año para poderle llamar la atención. Volgens mij, Nathan wist van de zonde. De profeet wist van de zonde. Ja, él sabía del pecado. Maar hij wacht op de Heer om gezonde te worden. Pero él esperaba el momento correcto en el Señor para poderlo corregir. Praise God. Amen. Yeah. Y la gente que estaba alrededor también lo sabía. Now, voor die tijd had David waarschijnlijk niet geluisterd. Voor die tijd?
si le hubiera llamado la atención antes de tiempo, quizás David no lo habría escuchado. Quizás Natán hubiera ido a David un año antes. Y quizás David le hubiera dicho, no te quiero escuchar. Maar nu was David ongelukkig in zijn schuld. Pero en ese momento estaba David siendo muy infeliz en su pecado. Hij was klaar om te horen wat hij verkeerd deed. Y entonces estaba en el momento correcto para escuchar su falla que él había cometido. Als u iemand wil corrigeren, y si queremos corregir a alguien, hermanos, moet ik gevoelig zijn voor de leiding van de Heilige Geest. Tenemos que estar llenos de la presencia del Espíritu Santo. Om de juiste tijd te weten wanneer u het moet zeggen. Para poder conocer el tiempo del Señor y poderle llamar la atención a nuestro hermano sin hacerle daño. Amen. Praise God. Gloria a Dios. Het is niet de juiste tijd om iemand te corrigeren. Porque no es el momento correcto para corregir a alguien. Als u geen tijd hebt besteed om daarover te bidden. Cuando usted no ha tomado el tiempo necesario para orar. Amen. That's good. Gloria a Dios. Het is niet de juiste tijd om iemand te corrigeren. No es el momento exacto ni correcto para corregir a alguien. Als u geen tijd hebt besteed om daarover te bidden. Cuando usted no ha tomado el tiempo suficiente para orar. Een goede regel is. Y una buena razón. Spreek nooit een persoon aan. No te dirijas directamente a una persona. Let me say it again. Spreek nooit een persoon aan over hun probleem. No te dirijas directamente a esa persona a hablarle de sus problemas. Totdat uw God over de persoons probleem heeft gesproken. Hasta que tú hayas hablado con esa persona acerca del problema. Boy, I like that. Let me say it again. Okay, that's heel goed. Spreek nooit een persoon aan over hun zonde. No te dirijas a hablar con esa persona que ha pecado. Totdat uw God over de persoon zonde heeft gesproken. Hasta que el Señor te haya hablado o revelado el pecado de esa persona. Soms geeft God een antwoord op uw gebed. Porque muchas veces el Señor da la respuesta a tu oración. And you hoeft de persoon niet eens aan te spreken, praise God. Y muchas veces no necesitas ni llamarle la atención a esa persona ni corregirla. Ook kan God in hun hart werken. Y también, porque también el Señor trabaja en los corazones. Zodat zij voorbereid zijn om uw correctie te ontvangen. Y entonces, por medio de la oración, prepara a esa persona para que reciba con agrado tu corrección. Praise God. Gloria a Dios. And the last is, bent u bereid om afgewezen te zijn? Afgewezen te worden, dankjewel. ¿Estás en el momento correcto para? Bent u bereid om afgewezen te worden? ¿Estás preparado para ser rechazado cuando esa persona no quiera escucharte? En aangevallen te worden. ¿O para ser atacado? Ben you bereid for that? ¿Estás preparado para esto? Zelfs wanneer u al deze stappen volgt. Antes de que tú quieras tomar este paso, kan een persoon nog steeds defensief en boos op u zijn. Sabiendo que esa persona estará lista para enfadarse y defenderse. Vaak zullen zij reageren door u te bekritiseren. Y muchas veces estas personas reaccionan por medio de tu crítica. Of u te aanvallen. Y te atacan. Als u boos daarover reageert. Y si entonces tú reaccionas de una manera enfadada o enojada. En hun ook aanvalt. Y ellos te atacan. Bent u niet in staat om hun te corrigeren. Y si ellos se enojan y tú los atacas, entonces no estás en el momento preciso para corregirlos. Luister, u moet niet aangesproken voelen. Y no te debes de sentir intimidado o atacado. Wanneer u wordt aangevallen voor wat u hebt gezegd. Cuando tú estás corrigiendo a una persona. No. You mean niet aangevallen. No te tienes que sentir aangesproken voelen. No te tienes que sentir aangesproken. Atacado, indicado,
moet je niet persoonlijk nemen. That's good. Yeah. No te tienes que sentir intimidado. Right? Cuando... Moet je niet persoonlijk nemen. Yeah? Wanneer u wordt aangevallen voor wat u hebt gezegd. No te tienes que sentir intimidado por lo que tú has dicho, por el comentario que has hecho. Zolang als je hebt op de juiste manier gedaan. Si lo has hecho de la manera correcta. Als je hebt al deze dingen gedaan. Si has hecho cada una de las cosas correctas, no tienes por qué sentirte intimidado o atacado, hermano. Voel je persoonlijk aangesproken. Por eso no tienes que sentirte intimidado o je atacado. Je moet rustig blijven. Tienes que estar en calma, tranquilo. En de waarheid spreken in liefde. Porque y hablar con verdad y con amor. En conclusie. Para concluirlo. Voordat wij iemand aanspreken. Antes que te dirijas a alguien. Die wij vermoeden of weten iets verkeerd heeft gedaan. Que sabes que se ha, que ha hecho algo equivocado. Moeten wij onszelf onderzoeken. Debemos de nosotros mismos. Investigarnos, yeah. Profundizar cómo está nuestra vida interior. Jesus say, porque Jesús dice en Mateo 7, en Mateo 7 Mateo 7 del capítulo 7 versículo 1 hasta el 5. He says, oordeel niet omdat gij niet geoordeeld wordt. No juzguéis para que no seáis juzgados. Met welke oordeel gij oordeelt, zal gij geoordeeld worden. En met welke maat gij meet, zal u wedergemeten worden. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os serás medido. En wat ziet gij den splinter die in het oog uw broeder is, maar de balk die in uw oog is, merkt gij niet. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Of hoe zult gij tot uw broeder zeggen, laat toe dat ik den splinter uit uw oog uitduw en zie er is een balk in uw oog? ¿Y cómo le dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo? Hij zegt, geveinsde, werp eerst de balk uit uw oog, dan zult gij bijzien om de splinter uit uw broeders oog uit te doen. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Voordat ik iemand benaderd om te corrigeren. Y antes de tomar la iniciativa de querer corregir a alguien. Ik kijk naar mezelf. Tengo que mirarme a mí mismo. Hoe wil ik ook georigeerd worden? ¿Cómo me gustaría que me corrigieran a mí? Ik vraag God voor genade en barmhartigheid in mijn leven. Y siempre le estoy pidiendo al Señor su gracia y su misericordia en mi vida. Por de dingen dat ik doe. Por cada una de las cosas que yo hago. En ik wil dan dezelfde barmhartigheid en genade tonen aan anderen. Y también la misericordia que quiero que tengan conmigo, quiero también tenerla con los demás. Als wij kunnen wel eerst de balk uit onze oog kunnen worpen, nemen, uithalen. Porque si podemos sacar primero la viga que está en nuestro ojo. Het is dan kunnen wij eigenlijk zien om het te doen voor iemand anders. Entonces ahí tenemos la oportunidad de poder ver para ver la vida de los demás. Maar wat je bent bezig om hun te corrigeren voor is eigenlijk kleiner dan wat is eigenlijk is aan de hand met jou. Pero cuando estamos ocupados queriendo corregir la vida de los demás sin antes sacar la viga que está en nuestro ojo. Amen. Ik zei in het begin, niemand houdt om gecorrigeerd te worden. Entonces no es la manera correcta y por eso digo que a nadie le gusta ser corregido. Maar als het gaat gebeuren. Pero si esto sucede, hoe moeten we dat doen? ¿Cómo debemos hacerlo, hermanos? Hoe moeten we dat doen? ¿Cómo debemos hacerlo? Ik denk dat deze les is heel wijs. Yo pienso que esta heel es una lección sabia. Praise God. Gloria a Dios. Volgende week, la próxima semana, zal wij kijken naar de stappen. Dat wij moeten lopen om uw broeder te corrigeren. Y la semana que viene quiero tocar la segunda parte y es los pasos que debemos caminar para corregir a nuestro hermano. Hoe moeten wij dat precies doen? ¿Cómo debemos hacerlo de una manera exacta? Praise God. Gloria a Dios. Amen. Let us upstand. Vamos a ponernos todos de pie. Dank u wel voor uw aandacht vanavond. Quiero agradecer su atención esta noche. Amen.
Gloria a Dios. Vamos a orar. God is good. Porque Dios es más que bueno. Let's bid him a slight. Vamos a orar para cerrar. Heer Jezus, ik dank u voor de woord van God dat was gesproken vanavond. Wij danken voor iedereen dat was hier. Wij bidden in Jezus' naam voor ook iedereen dat luistert naar deze woord. Dat u zal hun ook aanraken. Help ons, Heer, om op de juiste manier dit te behandelen. Heer, ik dank u, prees u. Laat ook mensen mij op de juiste manier corrigeren. Halleluja. Ik dank u, Heer Jezus. Ik dank u voor de woord dat u heeft aan mij gegeven. Dank u, Heer Jezus. Halleluja. Raak iedereen aan vanavond in de naam van de Heer Jezus. Halleluja. Ik bid dit, halleluja, in Jezus' naam. In de naam van Jezus. Halleluja. Amen. God zegen u.